We hebben allemaal eens gehoord van antioxidanten en vrije radicalen. En wat is dat nou eigenlijk? Vrije radicalen zijn dingen die in ons lichaam zitten en er ook in horen. Vrije radicalen pakken onder andere ziektekiemen aan in ons lichaam. En die worden dan afgevoerd buiten het lichaam. Dus die hebben we gewoon nodig, die vrije radicalen. Maar we moeten er niet te veel van krijgen. En we krijgen te veel vrije radicalen van stress, slecht eten, niet goed slapen, roken, te veel zonlicht. Kortom, alle dingen die slecht zijn. Nou, een vrije radicaal bestaat uit onder andere één neutroon. Alle moleculen hebben twee neutronen. En omdat die vrije radicaal maar één neutroon heeft, gaat hij op zoek naar een vriendje om er eentje van te pikken. En dat is dan een molecuul. Die pikt hij, maar die molecuul die wil ook niet alleen zijn, dus die zoekt ook weer een tweede neutroon. En dat kan die molecuul. Maar als er te veel vrije radicalen zijn, worden er te veel moleculen aangetast door die vrije radicalen, waardoor die molecuul niet meer goed zijn werk kan doen. Als we te veel vrije radicalen krijgen, dan ook van buitenaf, wordt het lichaam sneller verouderd dan het zou moeten zijn. De huid wordt sneller verouderd, de haren vallen uit. Kortom, de hele conditie van het lichaam en vooral van de huid en het uiterlijk wordt aangetast. Dus we moeten zoveel mogelijk voorkomen dat we te veel vrije radicalen in ons lijf krijgen. Nou, dat oxideren, dus het ouder worden van ons huid door zuurstof, dat noemen we oxideren, kunnen we voorkomen door antioxidanten te gaan gebruiken. En antioxidanten, dat zijn dus de gezonde producten die we kunnen gaan eten. Je kunt het een beetje vergelijken met een appel die je doormidden snijdt. Binnen een kwartier is die bruin. Maar als je dat doorgesneden stuk insmeert of druppelt met bijvoorbeeld citroensap, dat is een antioxidant, dan wordt die appel niet meer bruin. Dus om te voorkomen dat je lichaam gaat roesten, ouder gaat worden, moeten we niet meer in de zon liggen, gezond eten, voldoende slaap, stoppen met roken, niet te veel alcohol. Al dat soort foute dingen helpen mee om te zorgen dat we die vrije radicalen goed kunnen aanpakken. Onder andere zijn antioxidanten, die kennen we allemaal wel, vitamine C en vitamine E. Daarom vind je die twee vitamines ook vaak terug in bijvoorbeeld cosmetica. Want niet alleen is de vitamine C en vitamine E goed om tot je te nemen door middel van je voeding, om zo het verroestingsproces, het oxideren van je lichaam tegen te gaan, maar het wordt ook in cosmetica gebruikt zodat ook die crème niet oxideert, verroest, ouder wordt door middel van zuurstof. Daarom zit er ook altijd een houdbaarheidsdatum op. Dus zowel kunnen antioxidanten in onze voeding zitten als in cosmetica. Zo en zo, om te voorkomen dat je lichaam verroest, oxideert, geen foute dingen doen. Eigenlijk dingen die we weten. Niet in de zon liggen, niet roken, probeer geen stress te hebben, gezond te eten, vooral veel vitamines C en E. En lekker leven, lekker je gangetje gaan, zonder je te veel druk te maken over ik verroest. Blijf gewoon ademhalen, gewoon zuurstof naar binnen brengen, dan komt het allemaal goed.